Welkom bij een nieuwe Me Time, Meditation Time van State of Mind Network. Mijn naam is Stacy Seedorf en dit is een geleide meditatie met de titel The Power of Intention. Het gaat over het zetten van intenties en het belang daarvan. Het is namelijk zo dat als mens doen we over het algemeen alles vanuit onze automatische piloot. Dit is een automatisch programma dat uitgevoerd wordt zonder dat we dit beseffen. Het is een onbewust proces dat onze keuzes aanstuurt. Het bepaalt wat we denken en wat we doen. Alles wat we doen geeft een ervaring en bij elke ervaring hoort weer een emotie. Er is dus altijd een reden waarom we doen wat we doen en waarom we voelen zoals we ons voelen. Als we niet gelukkig zijn in onze eigen gevoelswereld, zullen we dus andere dingen moeten doen. En om andere dingen te doen, zullen we andere keuzes moeten maken. Onze automatische piloot zal dus een ander programma moeten uitvoeren en deze reset zullen we zelf moeten geven. Zonder deze bewuste reset zal het programma namelijk altijd het programma blijven en doen wat het altijd heeft gedaan. In feite leef je dan elke dag in je eigen verleden en zal je toekomst een voorspelbare versie van je verleden zijn. De manier om het programma van je automatische piloot te herschrijven is door dit als intentie te stellen. Je zet dan een intentie om bewust te zijn van je keuzes, waarmee je steeds meer controle krijgt op de gevolgen van die keuzes. De automatische piloot zit vol gewoontes en het vergt dan ook doorzettingsvermogen om deze gewoontes te vervangen. Door het zetten van intenties net na het ontwaken voorkom je dat het automatische programma door het brein wordt opgestart. Je onderbreekt het proces en komt steeds meer aan de leiding van je dag. Je reageert hierdoor niet langer op wat er op een dag gebeurt, maar je creëert dan wat er op een dag gebeurt. Doe deze geleide meditatie zodra je ontwaakt. Dan is de impact op je dag het grootst. Ontspan. Blijf rustig liggen en ervaar de rust in je hoofd en in je lichaam. Je bent nog volledig in het moment en alles is goed. Alles is rustig. Er speelt helemaal niks. Er is geen gisteren. Er is geen morgen, er is alleen nu, dit moment. Merk op wat er gebeurt en hoe je lichaam langzaam aan het ontwaken is. Merk dit op, maar wees leidend en probeer je energie te sturen of te doseren naar de verschillende delen van je lichaam. Probeer de tinteling te voelen bij die delen waar de energie aankomt. Je handen, je voeten, je knieën, je rug. Probeer de energie te leiden en te volgen. Zodat je lichaam langzaam ontwaakt, maar zodat je wel dat ontwakingsproces leidt. Als je diep ademhaalt, voel je hoe je longen vol raken met verse en gezonde zuurstof. Ook je longen worden opgerekt en gaan aan en ook dit proces stuur je. Merk ook op hoe je gedachten proberen in te breken in het moment om je aandacht op te eisen. Dit is wat het doet en dit is hoe het normaal gesproken je emotionele staat direct bepaalt. Maar nu niet. Nu dirigeer jij bewust je gedachten weer uit je vizier en komt weer terug in het moment. Wees hiermee bezig, oefen hiermee. Leer je gedachten te sturen en je focus te houden daar waar je het wilt hebben. Hierdoor blijf je in je flow. Denk aan wat je straks gaat doen. Wat is je ontbijt? Wat ga je maken? Wat ga je eten? Is het gezond voor je? Zal het je lichaam voeden en energie geven?
Je ochtendroutine maakt je klaar voor je dag en klaar voor alles wat je vandaag gaat doen. Het inspireert je en het geeft je energie. Het is het fundament van een dag waar je verder alles op zal bouwen. En wat ga je doen na je ochtendroutine? Waar ga je heen? Hoe ga je daar naartoe? Zie jezelf eens onderweg gaan en voel hoe je steeds in de flow van je ochtendroutine weet te blijven. Die basis die je hebt gezet met je ochtendroutine. Daar blijf je. Als je om je heen kijkt. Als je om je heen kijkt naar de mensen die langslopen op straat. In hun auto zitten. Of ook in het openbaar vervoer onderweg zijn. Kijk dan eens om je heen. Iedereen zit in zijn of haar eigen wereld en energie. Sommigen lichte energie, anderen hebben weer donkere energie. Probeer dat eens voor je te zien. Probeer eens daar te zijn en stel je eens voor die mensen die je elke dag onderweg tegen zou kunnen komen. Sommige mensen kijken vrolijk of neutraal. Andere mensen kijken weer boos, geïrriteerd, gefrustreerd. Maar jij bent rustig. Je observeert alleen maar. Je voelt je goed in je vel. Je energie is licht, maar heel sterk. Je flow is dominant en onaantastbaar voor de andere energieën om je heen, maar je ziet ze wel. Zelfs als mensen langs je lopen, langs rijden of je aankijken, merk je dat de kracht van jouw energie hun energie op afstand weet te houden. Je staat sterk, onaantastbaar. Je weet hoe je je voelt, je bent je hier heel bewust van en hoe je je wilt blijven voelen. Als een ander in jouw energie mee wilt, is dat prima. Hoe de ander zich voelt, is onderdeel van de wereld van de ander, niet van jou. Maar als de ander mee wilt in jouw energie, is dat prima. En of jij mee wilt in de energie van een ander, is jouw eigen keuze. En dit zal afhankelijk zijn van je intentie. Want je zal je niet mee laten slepen door een energie die niet hoort bij je intentie. Dat deed de oude versie van jezelf. Nu doe je dat niet meer. Jij kiest voor jouw energie. Je voelt je goed, sterk, energiek, geïnspireerd, in balans en geduldig voel is. Hoe fijn dat voelt. Waar ben je op weg naartoe? Naar je werk? Ga je naar familie? Naar vrienden? Naar je partner? Kies maar waar je heen wilt. En sta eens stil bij hoe je wil zijn als je daar bent, als je daaraan komt. Wat wil je? Wat wil je doen? Hoe wil je het doen? Hoe wil je je voelen als je naar binnen gaat? Wat wil je zeggen? Hoe wil je het zeggen? Wie ga je daar ontmoeten? Collega's, familie, je partner? Hoe wil je zijn als je ze ontmoet? Hoe wil je je voelen als je met hen bent? Relaxed, zelfverzekerd, op je gemak. Wil je gewoon zeggen wat je wilt en wat je niet wilt? Wat je vindt en wat je niet vindt? Wil je gewoon kunnen lachen en grapjes durven maken? Wil je gewoon jezelf kunnen zijn zonder je anders voor te hoeven doen? Wat wil je? Zie jezelf voor zoals je wilt zijn. Zoals je wilt reageren in alles wat je doet. En hoe wil je zijn tegen die persoon waar je normaal gesproken moeite mee hebt? Iemand die je irriteert of iemand waar je onzeker van wordt of iemand waar je onrustig van wordt. Zie voor je hoe je die persoon tegenkomt of mee praat. En voel hoe sterk je je voelt in je flow, in jouw energie.
Hoe je niet reageert op de issues van de ander die dingen op jou afreageert. Voel hoe je in je flow blijft ongeacht wat de ander doet, zegt of probeert. Je bent sterk. Je voelt je goed. In balans. En je omgeving past zich moeiteloos aan jouw energie. Want die is mooi en licht. Maar ook krachtig en dominant. Zodat je kan blijven waar jij je het fijnst voelt. Zie jezelf voor je hoe je de hele dag doet en wat je doet. Zonder dat je uit je flow gehaald kan worden. Je bent de hele dag goed bezig. Misschien heel druk. Misschien geconcentreerd en gefocust. Misschien relaxed. Maar wat je ook doet, doe je in flow. Tune vaak bij jezelf in om te weten of je nog steeds zo goed en geïnspireerd voelt als voordat je van huis ging. Als dat zo is, supergoed. Maar als dat niet zo is, wat is er dan gebeurd? En wanneer is dat gebeurd? Tot waar ging het goed en vanaf waar ging je uit flow? Probeer eens terug te gaan naar het moment dat je uit flow ging. Wat was de trigger? Was dat een persoon? Een opmerking? Een berichtje? Een e-mail? Een gedachte? Wat was het? En vraag je af hoe het komt dat je daardoor uit flow raakte. Lette je even niet op. Als je de trigger gevonden hebt, probeer dan voor je te zien hoe je het de volgende keer wilt doen als hetzelfde gebeurt. Geef je brein aan dat het je een signaal moet geven als de trigger zich weer voordoet, zodat je de keus hebt hoe je met de situatie om wil gaan. Wat je ook doet, moet tenslotte in lijn blijven met je intentie. Als de trigger je niet in lijn houdt met je intentie, kan je er nu voor kiezen de trigger los te laten. Het heeft dan geen macht meer over je en je blijft aan de leiding van je dag. Doe dit vaak, evalueer vaak. Het leert je je triggers kennen en het leert je de leiding te nemen en te houden over je dag, je week, je maand, het jaar en uiteindelijk over je hele leven. Als je 's avonds weer thuis komt, heb je een mooie dag gehad. Voel je je misschien moe, maar voldaan en tevreden. Je bent relaxed. En nog steeds centered en in control. Je bent de baas in jouw eigen wereld. Wees je hiervan bewust. Wees trots en neem dit mee naar morgen. Mijn naam is Stacy Seedorf van State of My Network. Ik wens je een mooie dag of avond. En hopelijk tot snel.